we het nou nog een keer proberen? Gaat niet, ik kan het gewoon niet. Beetje pittig. Zullen we nog even één hapje doen? Ja. You were so, like, so funny. Zo geen zin om te koken. Oh, Chanel. Ik ben zo blij. Wauw, het is echt heel erg vroeg. Mij was dat een nachtmerrie of zo. En je werd wakker. Dus nu zitten wij met z'n tweeën aan de eettafel. Had ik al gezegd dat het echt heel vroeg is. Je hebt brood met muisjes. Twee broodjes zelfs met muisjes. Kon je niet meer slapen, man? Ja. Had je een nachtmerrie? Een nachtmerrie. De oma. De nachtmerrie. De oma. Had je een nachtmerrie over oma? Met de oma. En daarom zitten wij nu 6 uur hier beneden. Gezellig. En papa. En papa, ja. Papa nog slapen, hè. En Lesjo nog slapen. Alleen wij zijn wakker. Mag mama koffie. Memphis heeft koffie. Nee, Memphis heeft geen koffie. Memphis drinkt nog geen koffie. Ik heb net voor mezelf dit lekkere hapje gemaakt. Het is hier een beetje vies. Maar het is echt super lekker. Ik pak stukjes brood en dan pak ik zeg maar kleine beetjes met mijn handen en dan doe ik het in mijn mond. Beetje pittig? Beetje veel sambal hierin, hè? Zo geen zin om te koken. Ik ben echt, ik weet niet, ik heb hoofdpijn, ik ben moe, dus ik heb het gewoon even warm gemaakt hier. En nu heb ik niet echt iets voor de bij, dus ik heb geen nep stuk vlees voor de bij. Dus nou ja, ik heb deze wel, die doe ik er dan bij, maar niet echt een feestmaaltijd of zo. Met appelmoes, ja appelmoes vind ik sowieso lekker. Appelmoesje, love it. Ik hoop, dat vind ik echt lekker. Ik vind mensen ook echt super lekker appelmoes. Zo, ik hoop dat hij dan, want hij is nog een beetje koud vind ik, dus ik ga hem nog even opwarmen. Warmend worden. Ik ben al de hele tijd hoofdpijn, moe, zwak en misselijk. Lekker aan het klagen, heerlijk. Genot. Zo, dat vind ik altijd wel lekker. Zullen we nog even één hapje doen? Ja. Ja? Let op. Wat doen we dan? Yay! Goed zo, Mervin! Ja. Kijk, bijna op. Nog één klein hapje. Even happen. Goed zo. Hey, waar is het mondje nou? Uh-oh. Klaar eten. Ik ga het opruimen, hè. Vandaag eten we met tweeën, want andere mannen. Ik heb alleen maar mannen. De andere mannen zijn naar voetbal. LSJ vandaag op training en dan is hij heel laat klaar. Dus wat ik meestal doe, is al vroeg met Memphis eten. Dan kan ik hem douchen en naar bed brengen op tijd. Tena, moet je naar buiten? Welke vind je het mooist geschreven? Ja, ik vind het zo prachtig allemaal. Ja, vind je het echt prachtig? Nee, vis en schubben. Hoe doet de vis? Zodat je meer durft te gaan dichtdoen, maatje. Kijk, doe jij eens? Is er voor mensen en organisaties. Doe eens, één keer. Ik ben niet zo stom. Doe even. Of doe ik het goed? Dat zie je voor me. Net als dat ik alleen maar met één oog kan knipogen en die andere. Gaat niet, ik kan het gewoon niet. Ik vind het zo raar dat ik dat niet kan. Heb jij het al? Ja, hij is dicht. Zeg je dat? Hij was even dicht. Ja, Jee, hij was dicht. Is er een kwartier over doet. Maar hij was even dicht. Ik ben zo blij. Je weet hoe lang ik geoefend heb. Jaren heb ik daarover gedaan, hè. Echt een awkward moment dit. Tikke, jij zet die camera zo vol op mijn pukkel en ik doe lillen. Ja, dat is echt een
You were so, like, so funny. Ja, dat komt omdat alleen het gesprek is eenrichtingsverkeer. Ik praat. Ben ik mee bezig? En ja. Dus ik wil echt een serieus gesprek met jou aangaan. Maar ja, dit lukt niet, hè? Zo, lekker slapen, man. Hou voor jou. Ja. Mama, je op bed leggen. Slaap lekker, Lessie. Wacht, ik moet je toch op bed leggen? Dan moet je hem niet de deur dicht doen. Slaap lekker, schatje. Slaap lekker. Hou voor jou. Ja. Slaap lekker. Slaap lekker. Doei. Doei. Tot morgen. Tot morgen. Love you. Love you. Goedemorgen, Loite. Vandaag is een ochtend waarvan ik had laatst bij de Sarah had ik allemaal spulletjes besteld. Van die borden, die blauwe borden en het gouden bestek en zo. Maar nu had ik ook ontbijtborden besteld, maar die waren zo mega klein. Daar kon ik echt niks mee. Het leek ook niet echt op hoe heet het, op ontbijtborden. Het leek meer op, hoe zeg je dat? Taart, voor je taart en zo, bordjes, zoiets. Iets in die trant. Dus nu ga ik weer terug naar de Zara om iets nieuws uit te kiezen. Oké, het is officieel vandaag helemaal niet zo koud als dat ik had verwacht. Dus ik ben wel blij dat ik deze jas had aangedaan. Dus ik zat nog te twijfelen. Oh, ik heb echt een pukkelcrisis. Jongens, hou eens op met me. Naar de PC. PC. Naar de PC. 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 Oh ja, en ik ga ook weer even naar de kapper om dit nog even wat blonder te maken. Niet vandaag, maar van de week. Alleen moet ik het wel echt heel goed gaan verzorgen, anders gaat mijn haar echt dood. Voordat ik het ging verven had ik nog maagdelijk haar, dus dat is op zich wel oké. Okay. Ik zat net te vertellen dat ik het nog één keer blond misschien doe. Van hierboven. Je moest toch sowieso nog een keer. Maar wat vind jij dan? Dat je het zelf moet weten. Aan jou heb ik echt niks. Complex aan het praten. Nee, dat gaat ook niet zo snel. Oh, ik vind het echt super schattig. Nee. Echt leuk. Dit lijkt wel alsof je dan een koning bent of zo, weet je. Ik denk dat ik deze mee ga nemen. Die is echt mooi, samen met deze. Oh, sorry schat. Echt super. Goedje. Is wel even lekker zo zonder de kids, hè? Even weg gewoon met z'n tweetjes, vind je niet? Nee, ik mis dat geblair. Mis je dat? Ja. Mis je het geblair? Ja. Oh, ik niet zo hoor. Nee, ik ook niet. Dus. Ik heb echt de sweetest, leukste kussens ever gekocht, vind je niet? Nee. Jij vindt ze niks, hè? Nee. Waarom? Omdat er bloemetjes op zitten. Ja. Ik vind het echt totally awesome. Overrated. Ik vind ze geweldig. Ik hou daarvan. Lekker dat tierenflantijn, zeg je dat zo? Tierenlantijn. Tierenlantijn. Dit is niet tierenflantijn, maar tierenlantijn. Tatita. Of niet zo lelijk? Vind je dat lelijk? Nee. Of vind je dat afschuwelijk? Oh. Wat naar ben jij. Zo naar. Kijk, het regent en dat haat ik, hè. Dat het regent. Rare vrouw. Hoezo? Oh ja, dat had ik als comment. Rare vrouw. Rare vrouw. Ik ben ook wel een beetje raar. Is ook wel gelijk in. Niet een beetje hoor. Ja, mijn hele buik doet ook pijn. Je mondje. Mijn mondje doet ook pijn. Maar Nick, ik moet jou nu toch wel echt een vraag stellen. Wat eigenlijk al best wel lang. Wat ik jou al heel lang wil vragen. Bullshit dan? Nee, dat komt serieus geen bullshit. Ik ben dit keer echt serieus. Maar dit is wel echt belangrijk. Ja, stel dat. Ja, ik moet stellen nu, hè. Ik durf het eigenlijk niet. Ik durf je het niet te vragen. Meestal komt het inderdaad iets heel raars. Hoezo? Weet je wel wat ik bedoel, wat ik gisteren zei? Nee, ik weet niet wat je wilde zeggen. Moet je zo raar blijven kijken? Ik zit te wachten, maar... Nee, ik durf het wel even. Als je zo doorgaat, is je batterij zo op. Gaan we het nou nog een keer proberen? Ik weet het niet of ik het wel wil of niet wil per se, maar... Dus je bent eigenlijk Zwitserland. Je bent een beetje neutraal erin. Ja, ik weet het niet zo goed. Ja, dat kan ook, toch? Zou dat niet leuk vinden, meisje? Ja, leuk sowieso wel, maar... Hetzelfde karakter als dat ik heb?
Nee, doe maar niet dan. Oh, ze zijn zo leuk, hè, die kussentjes. Zo schattig. Echt heel leuk. Ik ben er super blij mee. Het kaartje zit er nog aan. Ja, het kaartje zit er nog aan, ja. I know. Deze dingetjes heb ik er twee van. En ik heb hier die kast. Die is een beetje een weggewerkte kast. Doe ik hem hier. Twee naast elkaar. Leuk. Ja, en mijn batterij is ook op. Zie jullie bij mijn volgende vlog. Vergeet niet te abonneren en te liken. Ik film mijn leven over mijn grootste moederleven. Twee keer in de week een nieuwe video. Dus you know what to do.